Zelfs de brandweer dacht dat je ze kon gebruiken om een vlam in de pan te doven. Blusdekens. Maar dat is een gevaarlijk misverstand. Blusdekens blijken helemaal niet te doen wat ze beloven. De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht, blussen helemaal niet. Het verhaal begint bij een brandweervrouw, Anne-Paulien Jacobs. Een paar maanden geleden bereidt ze op deze kazerne een demonstratie voor. We demonstreren heel vaak als brandweer wat je niet moet doen bij vlammende pan, dus water erop. Dat effect kent bijna iedereen. Maar we wilden zo graag ook een keer laten zien, maar wat dan wel? Dus deden ze wat de brandweer al jaren adviseert bij vlam in de pan. Blussen met een blusdeken. En tot onze verbazing kwam er heel veel rook door een blusdeken heen. Nou, wat je nu ziet, ja, nou, hij kwam er doorheen. Dit is dus een blusdeken, wat ook kan gebeuren. Anne-Paulien haalt de Brandwondenstichting erbij. Die zijn de Voedsel- en Warenautoriteit in. En van hun onderzoek schrikt vandaag iedereen. Nou, 4 van de 12 blussen geen branden in de keuken, dus geen olie- en vetbranden. En bij een aantal anderen is de etiketering niet juist, dus dan denk je dat hij het wel doet, maar het niet doet. En bij sommigen komt er te veel rook af. Daar zijn wij best van geschrokken, want blusdekens horen te doen waar ze voor zijn, namelijk branden blussen. Opvallend is dat er geen wettelijke normen zijn. Hebt u ook branddekens? Jazeker, kijk er maar even hier. Wie er een wil kopen merkt dat de fabrikanten maar wat lijken te doen. Neem dit exemplaar. Je denkt, geschikt voor in de keuken. Tot je de expert hoort. Voor vlam in de pan eigenlijk niet geschikt. Waarom staat het er dan op? Waarom het erop staat, ja, dat zou je aan de fabrikant moeten vragen. Daarom is het altijd verstandig om toch de kleine lettertjes, de tekst te lezen en niet alleen naar de afbeelding te kijken. Dat is niet heel consumentvriendelijk. Ben ik met u eens. Ik ben daar heel blij mee dat die bal aan het rollen is gebracht. Want als blusdekens niet geschikt zijn voor dat wat we denken dat ze voor geschikt zijn, voor olie, vetbrand, dus vlammende pan, vind ik wel dat we dat moeten onderzoeken. En dat we duidelijk dat moeten communiceren waar ze wel voor geschikt zijn dan. De Voedsel- en Warenautoriteit mag niet zeggen welk deken veilig en welk deken onveilig is. Daarom adviseert de brandweer vlam in de pan voortaan alleen nog maar zo te doven. Ja. Over die dekens dus heel veel onduidelijkheid. Daarom halen steeds meer winkels de blusdekens uit de schappen. IKEA België deed dat bijvoorbeeld begin oktober al. IKEA Nederland deed het.